Hi iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je hebt kunnen zien aan de titel van deze video, heb ik vandaag voor jullie weer eens een keer een verzamel shoplog. Ik ben nu echt helemaal in het zwart gekleed, maar de items die ik ga laten zien in deze shoplog zijn niet allemaal zwart. Ik moet zeggen, ik heb best wel wat kleur hier liggen, dus ik ben redelijk trots op mezelf. Maar goed, de items waar ik mee wel ga beginnen zijn toevallig wel weer zwart, want ja, het blijft toch iets chills. En ik ga beginnen met een nieuwe muts. Ik heb deze besteld bij H&M. Je hebt hem vast wel denk ik voorbij zien komen, want volgens mij hebben heel veel mensen deze. En ik had deze namelijk al in deze kleur. En ik vond deze zo ontzettend fijn. Zeg maar, de fit vind ik heel erg fijn. Hij blijft heel erg mooi. Wel moet ik zeggen dat deze zwarte wat zachter is en wat flexibeler dan deze. Die is net ietsje stijver. Ik weet niet of je het kan zien. Wat ik heel erg mooi vind is dat deze band hier bovenop best wel breed is. En ik heb nog best wel wat ruimte boven. Dus die staat zo. En gewoon die beige variant die ik jullie liet zien. Die is precies hetzelfde. En hij houdt je hoofd gewoon echt lekker warm. Dus ik ben heel erg blij met deze. Ik was al een hele tijd op zoek naar zwarte korte jurkjes. Maar wel met lange mouwen. Twee varianten van de webshop Comget Fashion ontvangen. Dit is de eerste. En hij is aan de bovenkant is die eigenlijk gewoon transparant of semi-transparant. Dus je moet er nog wel iets van een hemdje onder. Maar wat ik erg leuk vind is dat er een soort van motiefje in de stof zit. En hij heeft van die hele leuke ruches. En ik dacht, dit vind ik echt super leuk om te hebben. Kan ik nu nog dragen met de panty, een paar Dr. Martens eronder. En je bent gewoon good to go. En het is even een keer wat anders dan de dagelijkse jeans die ik draag. Dus ik ben super blij met dit jurkje. Ik vind hem echt ontzettend leuk. Ik heb er eventjes gewoon mijn zwarte Dr. Martens onder gedaan. En ik had even geen zin om een panty aan te doen. Dus vandaar nog eventjes de blote benen. Maar dan kan je daar ook gelijk zien hoe dat staat. Ik ben er echt onwijs blij mee. Het is gewoon zo'n super chill, lekker modelletje. Valt goed, lekker mouwen. Lekker lange mouwen bedoel ik. En ik heb er even een hemdje onder gedaan. Dus die zie je hier zo. Ik vind het heel erg leuk om deze te combineren met dus wat stoerdere boots. Omdat het jurkje dus echt een beetje wat meer vrouwelijk is door die ruches en toestanden en zo. Dus hier ben ik wel echt heel erg blij mee. En dan heb ik nog een zwart jurkje. Maar deze is dan weer net ietsje anders. Dit is ook echt een ander soort stofje. Dit is zeg maar een faux wikkeljurkje. En met faux bedoel ik dat het dus zeg maar de look heeft van een wikkeljurkje. Maar hij is gewoon helemaal aan elkaar genaaid. Dus hij kan zeg maar niet omhoog zwieberen. Je hoeft hem ook niet echt te knopen. Maar je krijgt wel dit touw eromheen in je middel om hem toch vast te knopen. Ik heb deze volgens mij was het vorig jaar. Ja, volgens mij vorig jaar heb ik deze ook al besteld. Eind vorig jaar in maat M. Maar die was echt veel te krap voor mij. Dus ik heb hem deze keer in maat L. Dus ik hoop dat hij nu beter gaat passen. Ook deze even weer lange mouwen. Super chill voor nu en gewoon voor de komende tijd. Het is gewoon eigenlijk zo'n little black dress. Twee zwarte, maar toch anders. Zo, en dan is dit het faux wikkeljurkje. Ik heb deze dus nu in een maat L aan. En deze maat is wel echt goed voor mij. Dus je moet zeker een maatje omhoog eigenlijk bestellen voor de juiste maat. Ik vind hem echt onwijs mooi staan. Zoals ik al zei is het dus een faux jurkje. Dus je hebt wel zeg maar dit stukje stof voor eroverheen. Voor dat wikkeleffect. Ik vind dit modelletje ook gewoon echt perfect om bijvoorbeeld te combineren met een paar hakken. Zwarte hakken, nude hakken. En dan is het echt een super goed jurkje om gewoon altijd te hebben voor speciale gelegenheden. Ook nettere gelegenheden. En ik vind hem echt super mooi staan. En ga ik verder. Ik heb ook nog twee super leuke jasjes. Namelijk deze. Dit is een heel leuk jasje. Volgens mij staat het als een jasje op de webshop. Maar het is wel zeg maar een wat dunner materiaaltje. Dus voor nu zou ik het niet echt kunnen dragen als jas. Straks in de zomer en goede lentedagen. Dan kan het zeker wel. En ik denk dat je hem nu ook gewoon lekker als vest kan dragen. Of je doet er ook nog een vest onder. En dit is dus een oversized geruit jasje. Ik heb deze genomen in de maat M. Super zacht. Hij voelt ook heel erg chill en comfortabel aan. Hij heeft ook zakjes, zie ik. En ik denk dat deze echt super leuk is. En jongens, kleur. Kleur, kleur, kleur. Ik vind deze echt zo ontzettend zacht. Je kan hier gewoon in slapen. Zo zacht is dit stofje. Het is echt onwijs heerlijk. En ik vind dat het gewoon heel erg lekker hier over de schouder hangt. Deze zakjes zijn gewoon echt. En die hebben gewoon knoopjes. Dus die blijven lekker dicht. Ook nog hier vakjes.
of zakjes om het zo maar te noemen, wat ik heel erg mooi vind. Het enige wat me eventjes opviel, maar ik ben echt een detail mens, is dat ik zie dat de zakjes een beetje soort van trekken. Dus ik denk dat ik gewoon even het naadje hier losmaak. En dan zie je niet dat ze dicht, zeg maar zo hangen. Dus dat is even iets wat ik zelf nog eventjes ga aanpassen. Maar dat is echt zo gefixt volgens mij. Maar ik vind hem zelf verder echt mega chill. Lekker oversized dus. En ik denk dat hij ook heel erg leuk staat als je gewoon zeg maar een hoodie eronder doet. Zodat er nog een capuchon overheen komt. Dan heb je echt een beetje dat chill gevoel extra. En nogmaals, zo ontzettend zacht. En dan heb ik nog een jasje. En dat is deze. En ook deze is weer gekleurd, jongens. Deze is net iets anders. Het is echt een soort van ja, wollig-achtig stofje. Hij is wit of white met blauw. En ik vond deze kleurencombinatie wel echt heel erg leuk. Ik vond het vrolijk. Ik vond het een beetje paasachtig. Zo, en dan is dit het blauwe jasje. Deze is ietsje korter, denk ik. Is het ietsje korter? Ja, ietsje korter als het andere model en iets minder oversized. En ik vind de kleur echt super leuk. Ik vind het ook heel erg leuk om zeg maar zo'n printje weer te combineren met een ander soort printje. Zoals met dit t-shirt of misschien wel in combinatie met stipjes. Kan het ook wel gewoon heel erg fun en funky zijn. Wel moet ik zeggen dat voor mijn eigen smaak ik hem net niet genoeg oversized vind. Want daar hou ik wel heel erg van. En dat ik hem wel leuk vind. Maar ik weet niet zeker of ik hem echt leuk genoeg vind op mij staan. Laatste item dat ik heb van Comcat Fashion is dit shirt. En ik vond deze print gewoon echt heel erg tof. Echt zeg maar zo lekker vintage Amerikaans. Met zo'n vlag erop. De letters en natuurlijk die vogel. En het stofje voelt echt super lekker aan. Ietsje dikker dan ik gewend ben. En ik heb deze wel wat groter genomen, dacht ik. In de, in de maat ML. Je hebt hem ook nog natuurlijk in de SM. Maar ik dacht, ik ga hem even lekker oversized nemen. En dat is die wel echt. Hij is ook echt best wel lang. Dus misschien dat ik deze zelfs aan kan als jurkje. Zo, dan is dit het t-shirt zoals ik al vertelde. Hij is wel een beetje oversized. Dus hij is echt best wel lang. Ik heb nu eventjes gewoon een sportlegging aan. En dat vind ik wel heel erg chill om te combineren. Maar in principe zou ik hem zelfs aan kunnen als jurkje zoals je kan zien. Hij is echt best wel lang. En ik vind hem gewoon qua breedte ook wel heel erg mooi en chill zitten. Ik kan een beetje nog de mouwtjes oprollen. Ik zit een beetje te twijfelen of ik hem echt zo lang wil houden. Of dat ik misschien hem wat korter maak. Maar ik vind hem verder echt gewoon heel erg leuk. Print is gewoon tof. Stofje is gewoon niet super dun. En valt ook gewoon lekker. Dus je mocht je trouwens afvragen. Ik ben 1,68 meter. En bij mij maat ML valt dus hier. Echt wel goed over de billen. Dus dat zou zeker kunnen, eventueel met een bikershortje eronder. Of gewoon met een legging, zoals ik dus nu heb. Nou, eventjes voor de afwisseling doe ik eventjes een ander soort aankoopje. Namelijk bij Starbucks, daar was ik gisteren met mijn moeder. En ik heb een tijdje echt heel veel bekers van Starbucks verzameld. Overal waar ik kwam, ook vooral in het buitenland, vond ik leuk om een beker mee te nemen als een soort van aandenken. Maar het liep een beetje uit de hand met het aantal mokken dat ik had. Dus daar ben ik wel mee gestopt. Maar Serena die heeft dezelfde soort van obsessie. En die vindt Starbucks mokken ook heel erg leuk. Nu had ze van mijn vriend voor kerst er eentje gekregen. Super mooie. Maar die is helaas kapot gegaan. Volgens mij had Marsha hem gepakt of zo. Die was gevallen. En dat vond ze heel erg jammer. Dus toen mijn moeder en ik gisteren bij Starbucks waren, zagen we een andere mok die we heel erg mooi vonden. Dus we dachten, nou dan nemen we deze voor haar mee. En we hebben gekozen voor deze mok. Hij is een soort van grijzig, beige, wit. En dan heeft hij hier heel mooi de letter Starbucks op staan in een rose gold kleur. Ik ben heel erg benieuwd wat ze ervan vindt. Dus, voor Serena's mokkenverslaving, ook al heeft ze er al veel te veel. Ik help er nog eventjes een handje. Nou, als je mij op Instagram volgt, heb je misschien het volgende item gezien. En als we het nu over Instagram hebben, laten we heel eventjes stoppen. Waarom zijn er nog zoveel mensen geabonneerd op ons kanaal die niet ons volgen op Instagram? Why? Volg me op Instagram. @LarissaVerbon. Tara vind je via @TaraVerbon. Op ons Instagram zijn we echt het meest actief van alle platforms die wij hebben. Weet je, mocht er een keer niet een video hier op YouTube uploaden, dan staat er echt grote kans dat er wel wat leuks en nieuws staat op ons Instagram account. Daar kun je altijd superleuke nieuwe content vinden. En eigenlijk alle items die ik bijvoorbeeld nieuw heb,
als het zeg maar een enkel item is, dan laat ik het eigenlijk altijd wel geen op Instagram zien. Want het, een één enkel item is natuurlijk niet voldoende om een hele nieuwe shoplog over op te nemen. Dus op Instagram ben je altijd gewoon het meeste en het snelste op de hoogte. Dus ja, terug naar waar ik over begon. Ik heb deze superleuke set van Primark. Het is een joggingspak. Of een soort van huispak eigenlijk, kan je het ook wel noemen. En ik vond deze kleur echt zo ontzettend mooi. Het is een hele mooie soort van bruine, bijna een roestkleur. Ik denk dat die iets bruiner is dan echt een roestkleur. En daar heb ik de bijpassende broek bij gevonden. En dat vond ik wel heel erg leuk, want dan heb je echt een super heerlijk, lekker setje. Hij heeft twee zakken, wat ik ook wel heel erg chill vind. En ik vind dit soort dingen altijd super fijn om gewoon in thuis rond te lopen. Maar omdat ze zeg maar bij elkaar horen en het een soort van heel pak wordt, vind ik het ook gewoon prima om hier de deur mee uit te gaan en een paar boodschapjes te doen. Gewoon een paar mooie sneakers eronder, eventueel een jasje. En ik vind gewoon dat je hier gewoon prima mee naar buiten kan. Thuispak vind ik echt super comfortabel en chill. Ik vind die kleuren gewoon heel erg leuk bij elkaar. En ik heb eventjes voor de gelegenheid twee soorten schoenen eronder gezet. Dan kan je mee zien hoe het staat. Ik heb hier even mijn Dr. Martens. Vind ik wel heel erg tof erbij staan. Ik zou gewoon zo naar de supermarkt kunnen lopen. Of met deze sneakers. Gewoon even mijn lage, mijn Vans. En ik heb eventjes de onderkant eventjes iets opgerold. Dan zie je wat meer een bloot enkeltje. Vind ik ook echt super leuk staan. Dus ja, lekker comfy pakje. En ik blijf nog een beetje in deze soort van warme, neutrale nude kleurtjes. Want het volgende item dat ik heb is weer een oversized trui. Maar ik heb daar een reden voor. Want ik had gisteren een super toffe fotoshoot samen met mijn moeder voor een samenwerking met Lancôme. En we hadden twee setjes nodig. Een zwarte outfit set. Nou ja, daar heb ik genoeg items van in de kast hangen. Dus dat was geen probleem. En we hadden ook gekozen om een beetje een nude-achtige outfit set te doen. Dat heb ik dus niet echt standaard in mijn kast hangen. Dus daar heb ik wat nieuwe items voor geshopt. Om dus te dragen in de fotoshoot. Daar heb ik deze trui voor. Het is een lekker oversized model zoals je kan zien. En het is een hele mooie lichte nude kleur. Ik had zoiets echt nog niet in de kast liggen. En deze kleur kan nog wel net met mijn huidskleur. Want soms kunnen dit soort kleuren een beetje gek zijn. En dan is dit hoe de oversized trui aanstaat. Ik vind de fit echt super mooi zoals je kan zien. Hij is lekker oversized. En ja, de kleur komt nu eventjes niet heel goed over. Omdat ik hier niet super goed licht heb. Maar ja, ik vind hem echt gewoon super chill zitten. En die heb ik gecombineerd met een witte jeans. Ik heb twee witte jeans bij Primark gekocht omdat ik niet heel goed wist welke ik moest nemen. Het zijn namelijk twee verschillende witte skinny jeans. Oké, je kan niet heel goed zien op camera. Maar ik heb twee jeans meegenomen omdat deze echt gewoon super wit is. En die ziet er zo uit. Hij is lekker high-waisted. Ik heb uiteindelijk deze aangedaan tijdens de shoot. Ja, ik denk dat je het op camera dus niet kan zien. Want ik heb gewoon iets te veel licht, denk ik. Maar in het echt is deze net ietsje warmer. Wat klein beetje tikkeltje off-white. En dat stond net iets mooier bij de trui. En de onderkant is lekker gerafeld. Wat ik altijd wel heel erg tof vind. Dat maakt hem net ietsje stoerder. Zo, en ik heb eventjes de witte broek gecombineerd met de trui waar ik het dus net over had. En zoals je kan zien, hij zit best wel hoog. Ik moet wel zeggen, hier zit mijn navel. En ik zit heel erg tussen twee maten in. Dit is maat 36 en ik heb ook maat 38 geprobeerd. Maar die 38 was weer echt wel een stuk te groot. Dat het hierboven echt veel te los zat. Dus ik moet zeggen dat ik 36 een klein beetje aan de strakke kant wel voor mij vind. Maar misschien dat de broek nog een klein beetje uitloopt en dat hij dan beter zit. En de foto's zijn trouwens ook echt gewoon super tof geworden. Deze ga ik delen wanneer ze klaar zijn en wanneer het allemaal gedeeld kan worden op mijn Instagram account. Dus ook daarom volg me gewoon op Instagram. Is gewoon heel erg leuk, want ja, is gewoon gezellig. Nou, dat waren geshopte de items van de afgelopen tijd. Voordat ik deze video afsluit, wil ik jullie nog eventjes laten weten dat ik een hele fijne winactie heb. Ik liet het al net weten in de video dat ik deze heb geshopt en heb binnengekregen van Comicat Fashion. Nu moet ik wel zeggen dat ik het jasje net niet helemaal perfect vind zitten op mijn lichaam. Dus het leek me heel erg leuk om deze weg te geven aan een van jullie. Dus mocht je iets hebben van, nou, ik vind het ook een superleuk jasje. Deze kan ik goed gebruiken in mijn garderobe en deze gaat mij net ietsje beter staan dan jou, Larissa, dan ja, zou ik het super leuk vinden om deze aan jou weg te geven. Ik ga hem wel verloten via mijn Instagram account. Dat is voor mij net iets handiger communiceren en posten en al dat soort dingen. Dat linkje eventjes in de beschrijving zetten. Via dat linkje kan je gewoon terechtkomen op de pagina waar ik deze ga weggeven aan een van jullie. Daar vind je alle informatie en al dat soort dingetjes om kans te kunnen maken op dit superleuke jasje. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze shoplog.
nog. Laat me eventjes weten wat je ervan vond. En laat me ook eventjes weten van, draag jij ook heel veel zwart? Of draag je juist wat meer kleur? Draag je vooral wat meer nude items? Ik ben heel erg benieuwd naar jouw kledingstijl en wat je van deze geshopte items vindt. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie je snel weer in de volgende. Doei doei!